Yo, kijkers van Online Kings, van hartelijk welkom. Goedenavond, van hartelijk welkom weer terug. Bij een nieuwe wedstrijd Online Kings tegen Kribbe Alexandra. Vandaag winnen is playoffs veiliggesteld, dus laten we daar vol voor gaan. Dit hebben we al zo vaak gezien, dus laten we het eens een keertje overslaan. Laten we gewoon gelijk beginnen met de wedstrijd. Gaan we hier kijken naar een wedstrijd in de competitie. Wat goed, we gaan er een uurtje ongeveer er tegenaan. Nou, laat die aftrap maar komen, zie je. Volgens mij wordt dit een heel interessante krachtmeting. Ik weet wel dat ze met 5 man achterin spelen, dus ja. We kijken naar de 11 waarmee de thuisploeg van start gaat. Kijk, hier onderop zie je ook nog de opstelling. Dus ik kan net zo goed die zooi en zo overslaan. Daar ben je ook al 4-5 minuten mee bezig. Rivas. Ik heb hem nu voor toch maar wat lastiger gezet. Waarom? Want hij stond daar altijd zo. Ik heb het in één keer. Ja, ik weet niet hoe het kan dat hij in één keer. Zover. Daarom scoorden we ook zo makkelijk. Winnen we zo makkelijk. Die vorige aflevering. Van hem te zien. Nou, de vorige tegenstander ligt nog steeds op apengapen. Toen maakte deze speler er maar liefst 4. Je probeerde opnieuw een opening in de verdediging te vinden. We zijn natuurlijk 14e. En wij weten dat wij die play-offs veilig willen stellen. Dus ik sta voor om er voor te gaan. Overtreding, kaartwaard. Besuisde, gewelddadige tackle. Als ik die scheidsrechter was, zou ik hier een kaart voor trekken. Zo, deze scheidsrechter heeft er duidelijk zin in vandaag. Geel, zo vroeg in de wedstrijd. Ja, deze ploegen zijn nu gewaarschuwd. Deze scheidsrechter is zo verdedigend opgesteld, hè. En dan vraag ik me af hoe zij die counter aanvallen dan hebben. Nog steeds aan de bal niet. Nou, maak hem dan maar. Venema. Nou, hij gaat dus neer. Nou, dat is een goed teken. Kunnen wij. En dat is een aardige kans. Komt de hoekschop in het midden. Hij werkt hem weg. Deze paas. Hij gaat één keer proberen. Verkings. Als een huis dat blok. Verkings. Venema, maar het is te kort. Was gevaarlijk genoeg. Hij komt er door, maar niet goed genoeg. Meer in balbezit na die ingreep. Yes. Ah, het is allemaal goed gedaan! 1-0! Bukari scoort, 21ste minuut, we leiden. Ze spelen duidelijk beter dan de tegenstander, dus deze voorsprong is niet meer. En nu proberen we het achteren eigenlijk dicht te houden. Bij dit doelpunt komt zoveel. Dus zodra we natuurlijk in de aanval zijn, dan houden we achterin minder spelers. Voortreffelijke steekpaas. En dan ongeloof met de keeper, houdt het hoofd koel en hij jaagt de bal mee toogeloos in het net. Want de counteraanval zijn, kunnen wij dan niet meer tegen gaan houden. 9 van de 10 keer valt er bij ons een tegengoal. Nog steeds in aanval. We gaan proberen af te stoppen, maar ja, nu zijn ze met meerdere. Denk na over de volgende set. Goed geblokkeerd. Houden de bal niet in de ploeg. Ja, daar ligt de ruimte. Dan even terug. Kijken wat kan. Rivas. De bal voor het doel. Correct! Net niet. Dat er nog iemand ertussen zat. We staan al voor en mogen een hoekschop nemen. Kopbal! Een dreigende kopbal. Is niet aardig. Jongens, wat een wereldreis. Dus gaan we het nog een keer proberen. Na deze keer lukt het net niet. De speler werkt de bal weg. Goeie. Rivas. De doelman verdedigt zijn doel. Ook weer een voortreffelijke actie.
Bal komt voor. In het nou, we gaan nog een keer proberen. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal. Laten we hem hier iets verder zetten. Dit levert dat wat op. Palo. Red de bal van de doellijn. Geen risico genomen hier. Komt steeds meer naar voren. Tussen twee man door zit hij. Zullen we hem moeten voorzetten? Dat lukt niet. We krijgen een ingooi. Op een hele irritante plek. Maar goed. Terug. Staat daar iemand? Ja, er staat er iemand. Maar het is misschien net te veel weg. Venema 2-0. 34e minuut. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert. Ja, dat nou, zo zie je eigenlijk dat we toch vaak klem worden gezet achterin. Oftewel bij ons voorin. Dimitrio. Dat is best wel makkelijk kunnen verdedigen. Hij onderschept hem. Rustig, rustig, rustig. Nu gaan geven. Ze komen naar voren. Daar voorbij. Naar een open. Hij is daar voorbij. Ga maar door dribbelen. Om misschien 3-0 te maken. Nou, die bal ligt erin. Maar hij gaat niet goedgekeurd worden. Dat heeft iedereen gezien. Ja. Hij tikte hem nog binnen. Een slechte zaag hier. Oh, wat zonde zeg. Dat had toch de aansluitingstreffer moeten worden. Nou, niet normaal. Niet normaal. Dat je deze we missen de bal helemaal verkeerd. Waardoor met alle geluk dat het niet 2-1 komt te staan. Goed, we gaan bijna rusten. 2-0 oh, ja, voor. De bal gaat rustig rond op eigen helft. Ze hebben blijkbaar alle tijd. Willems. Venema die komt sowieso klem te zitten. Voorgezet bij de eerste paal. Bal is nog altijd weggetikt. Want de keeper is er als de keeper bij. Als eerste bij de bal. Hij krijgt bijna geen tijd. Ja, dit kan Willems kan hij dat ook? Ja, maar we krijgen er nog een corner echt voor. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Deze wordt weggewerkt. En we gaan rusten bij een 2-0 voorsprong. Prima. Blijf kijken, zo dadelijk de tweede helft. 2-0, we moeten ervoor zorgen dat zij eigenlijk achterin dat ze niet de bal krijgen. Wat staat tegenpartij? Barrow die staat 1-1. Even kijken. Okay, Stockport staat gelijk. Killingham was country. Wrexham staat uiteraard natuurlijk voor. En Bradford staat gelijk. Stel je voor als Notts County zo gelijk staat, dan hebben we waarschijnlijk evenveel punten als ons. De twee ploegen hebben van kant gewisseld en zijn klaar voor de tweede helft. Goed, 2-0 staat het. We moeten niet in de tweede helft achteruit leunen. En hij zit ertussen. Goré. Venema is er door. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval. Venema, hoek uitkiezen, dat doet hij dus ook. 3-0. Zou er ook een hat-trick in zitten vandaag? Zijn tweede heeft hij alvast te pakken. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenhouder. De steekbal was uitstekend. Scherpe counter. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja,
op de bal. En we hebben hem weer terug. Ruimte op de Willems. Goeie. Hij schiet. Venema zijn derde. 4-0. Nummer 3 hangt alweer de derde. Als je op de juiste plek staat, dan gaan ze erin. Wat een prachtige goal uit de volley. Ja, die zit er mooi in. Hier het blok en dan, ja. Maar perfect gedaan. Er staat daar Venema met geluk. Valt alsnog die 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. En dan gaan we de play-offs in. Misschien wel een rechtstreekse promotie. Want we komen eraan. Van de bal afgezet. Alleen maar we spelen nog een keer tegen nummer 2. Want Wrexham staat weer bovenaan. Er zijn mogelijkheden voor een counter. Corner. Dat was een overtreding, oordeelt de scheidsrechter. Die geeft een vrije trap. Dit is weer een standaard situatie. En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken. Erin, we krijgen een kopbal. Geen enkel probleem voor de keeper. Kopkantje, zullen we dan maar zeggen. Lust hier al natuurlijk. Knap hoe hij die bal verovert. Ze loopt met hem mee. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel komt. Dat is weer wat zonde. Hè? Dan doet hij het allemaal zo mooi daar. Ze hebben de bal in. En dan geeft hij het eigenlijk gewoon weer heel zonde weg. Het is gewoon echt heel jammer. Ruim naast. Was een kans. Laten we eens even kijken of we kunnen wisselen. Toch een beetje. Venema, laten we hem erin of gaan we hem wisselen? Laten we, ja, we staan met 4-0 voor, dus ik denk wel dat we dat kunnen redden. Forster, die is ook wel aardig. Nee, dat is wel zonde. Nou goed, dan doen we het gewoon even zo. Die komt er natuurlijk binnenkort weer aan. Ik weet niet of we tegen de directe promotie moeten tussen nummer, als we tegen nummer 1 of 2 moeten spelen. Op dit moment staan zij tweede. Het kan zo zijn dat we dadelijk tegen de koploper in één keer moeten. Steekbal achter de defensie. Kim, die staat daar. Die valt ingrijpen. Forster is dat. Was een makkelijke prooi voor de keeper. Hier is denk ik een counter mogelijk. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. King. Dat is mooi gedaan. Forster 5-0. En boom, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. 5-0. Ze blijven we gaan. Goed. Alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt. Het zijn er 5 man achterin. Maar ja, ze staan alleen maar te verdedigen, weet je. Steekpaas. En zo'n kans kun je wel aan deze speler over. Ze staan op de 14e plek, wij staan 4 dus. 2 punten achter op Notts County. Daar natuurlijk een keer gespeeld, was natuurlijk de laatste normale aflevering, 4-4. Als we die gewoon gewonnen hadden, dan hadden we derde staan. Dan had de directe promotie. Foster. Blijft aan de bal. Maar Wrexham die is sowieso al definitief gepromoveerd. We kunnen niet lager dan 4e komen te staan. Hij schiet de bal. Ja! En een redding. Ze gaan een nieuwe speler inbrengen. Voor het doel gegeven. Wat we dadelijk maar ook maar als we wordt weggewisseld. Ja. In het centrum gewoon naar voren.
het gevaar is alweer geweken. Ja, dat is wel heel makkelijk gaan, voor de counter. Hij zit hem daar fel op de huid. Laten we even de laatste wissels inzetten. Hij heeft dat ook allemaal weer gehad, hè. Zijn we pas maar een kwartiertje bezig. Gorij er sowieso even uit. Kijk, we kunnen best heel even... Gaat dit? Ja, dat gaat wel. Dat is misschien iets beter. Kuipers. Ah, dat is goed zo. Ah ja, klopt, ja, we hebben er net nog twee van. Ah, dat is goed zo. Is dat ook een steekballetje? Hij onderschept deze paas. 5-0. Veel ruimte krijgt hij niet. We hebben zij natuurlijk geen kans gelaten, niet echt in actie. Af en toe wel van die momenten. Ja, voor druk zetten wordt hier toch, beloond. Dat ze toch dicht bij een doelpunt kwamen. Ze hadden bijna 2-1 gestaan. Ontsnapt hij aan zijn tegenstander. Maar werkelijk is zij 5-0 en er kan alsnog een tegengoal komen. En dat gebeurt dus ook. Had ik niet moeten zeggen. Die zit erin in tweede. Ze kunnen alsnog niet de 0 houden. Een zwak moment van de keeper. Kuipers. Foster. Pinto. Willems. Willems. Gedaan. 5 minuten nog. En dan is deze wedstrijd erop. Dan zijn we in ieder geval veilig voor die play-offs. We hebben gedaan wat we moesten doen. De play-offs is veilig. Doelstelling bereikt. We hebben weer met een tweede tegengoal, hè. De zoveelste aftrap. Stel je voor dat het nog een 5-5 dacht wordt. Dan moet wel in een heel rap tempo gaan. King. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Kijk, die gaat helemaal die hoek in. Altijd sterk in balbezit, deze speler. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Die counter leek gevaarlijk te worden. Maar ze zijn de bal weer kwijt. Ingeleverd. Ach ja, het maakt niet uit. We zijn in ieder geval bij die play-offs. Dat is wat we wilden. En dan is dit duel... Play-offs bereikt. En beginnen ze hier voor eigen publiek. Maar eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. Wordt gejuicht. Misschien toch iets harder dan normaal volgens mij. Dit is een topper hoor. Wat heeft die geweldig gespeeld vandaag. Nick Veenma. Een goede, uitstekende aankoop. Is waarschijnlijk wel deze speler geweest. Wat een geweldige wedstrijd. Was het van deze. 5-2. Dat is dus de einduitslag. Zonder weer van die twee tegengoals. Toch wel weer na minuut 80, ja. Nou goed. Een interview. Eens even kijken. We moeten nog een aantal wedstrijden natuurlijk inhaalwedstrijden spelen. Toen we natuurlijk tot aan de kwartfinale kwamen van de cup natuurlijk. Dus van League 1 en League 2. Jullie hebben een geweldige kans laten liggen. Kun je dit jaar alsnog kwalificeren voor de play-offs? Sowieso hebben we dat dan nog niet. Je hebt het toch nu voltooid? Of zijn we nog niet helemaal 100%? Ik zou het echt niet weten. Volgens mij wel. Thanks very much for speaking to us. Ja,
Zie je, speelt dus niet tegen Stockport. En we staan gewoon op directe promotie, ja? We staan gewoon op directe promotie. Omdat wij een beter doelstand hebben dan Notts County. En we hebben nog een wedstrijd te goed. Misschien gaan we toch direct promoveren. Weet. Het verschil maar. Ja, we moeten nog natuurlijk tegen een tegen Stockport. Als we die winnen. Ja, nee, dan zie ik echt wel het goed komen. 65, die 44. Kijk, kan de nummer 7 ons inhalen? Die hebben 60, dus we moeten. Kunnen op 71. Die hebben maximaal punten op 71. Nee, we zijn. De nummer 7 kan ons al niet meer inhalen. Dat betekent eigenlijk dat we die play-offs veilig hebben. Dat is goed. Toestal 27, die hebben 6. Evenveel punten. Goed. Ja, we staan nu op directe play-offs plek, jongens. Directe promotieplek. We spelen nu tegen Stockport. Speelt Notts County ook? Ja, die speelt tegen ACC. Katon speelt tegen hen. Katon heeft 43, heeft evenveel wedstrijden. Wij moeten nog een wedstrijd meer spelen. Terwijl daar weg zijn al een wedstrijd nog gespeeld heeft. Spelen die ook? Nee, dit zijn allemaal wedstrijden dat maximaal tot 45 is. En daarna speel je nog een wedstrijd. Dan speel ik Bradford. Oké, zie je? Dus nu gaan de inhaalwedstrijden komen. Dus de Wrexham, dat blijft gewoon op 45. Dus het ligt nu aan tussen de nummer 2, 3 en 4, zeg maar. Die gaan, want Wrexham is al definitief voor promotie. Kunnen op 81 punten nog gaan halen. Want als we verliezen, dan kunnen we sowieso Wrexham niet meer inhalen. Ja, op doelsaldo van Stockport. Is Stockport al direct veilig? 78. Ja, stel je voor, we zullen nu gaan verliezen. Dan zal Stockport rechtstreeks gepromoveerd zijn. Dus wie weet wordt het de wedstrijd dat Stockport tegen ons rechtstreeks zou promoveren als ze winnen. Winnen wij, dan wordt het nog heel spannend. Want dan kan de nummer 4 ook nog rechtstreeks promoveren. Maar ja, als die er is, dan is er nog maar één plek over. En dat zal tussen ons en Notts County spelen worden. Maar we hebben nog wat wedstrijden te goed. We spelen uit, dus... Goed, we hebben maandelijkse jeugdverslag. Laat daar eens even naar gaan. 47, 46, 49, 52, 56, 4 ton. Oh, daar hebben we niet veel aan. Dus 52, 46, 3, dat is ook niet niks. 49, 41, 47, 48, 45, nee. Die wordt sowieso afgewezen, nou prima. Oh, dat is toch net niks. 30, 57. Oké. Weet ik 8, weet niet meer. 51 is 55. 160 maar. Nee. Tussen 55 en 59. Sprint. Sprint is die goed. Ja, hij is toch tot maximaal tot 55, dus daar heb ik niet veel aan. Tussen 52 en 66. Heb je daar wat aan? Ja, die gaan we maar even doen. De rest gaat weg. Ja, bedrag van 8. Wat gaan we doen met Goré? Wat zullen we met hem gaan doen? Hoort dat eens overkoop?
Je hebt niet het budget om de optie om te koop te activeren. Oké, okay, nou weet je, dan laat maar. Dan kijken we daarna wel verder. Huurperiode, huurperiode. Honeycheck. Ja, die huurperiode die gaan bijna. Ik weet dat die huurperiodes bijna voorbij gaan. Maar goed. Laten we gewoon lekker verder gaan. En dan gaan we gewoon deze wedstrijd spelen. Wie weet gaat een belangrijke wedstrijd worden. Voor ons allebei trouwens. Want winnen we, ja, dan gaan we echt afstand nemen. Stel je voor Stockport zou winnen, dan zijn die ook... Dus als zeg maar we verliezen, dan zullen we alleen op doelsaldo nummertje 2 worden. Want eerste kunnen we ook nog worden. Dan kunnen we alleen... Dat kan. Het zou theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar dan moeten we werkzaam alles verliezen. Moeten wij tot nu toe alles gaan winnen, dan zullen we wel kampioen worden. Maar als we één wedstrijd verliezen, dan kunnen we geen kampioen meer worden. Maar goed. We gaan eerst even de game opslaan. Spel opslaan. Kijk, we hebben nu gewonnen. Dus dat is goed. Derde, wauw! Derde plek. En we gaan gewoon door. Goed. Dit is een hele moeilijke wedstrijd. Goed, we hebben ook trouwens weer een persconferentie, dus dan neem ik jullie dadelijk ook aan mee. Strak voor de wedstrijd. Ja, dit gaat een pittige wedstrijd. Aanval 4, 6, 4, 5, 6. Winst, verlies, winst, gelijk, verlies. Dus hebben we een paar wedstrijden verloren, Stockport. Omdat ze natuurlijk, weet, ze voelen die druk natuurlijk. Kijk, we gaan even een makkelijke doen. Laten we gewoon deze. Laten we gewoon die doen. Ja, de vorige keer ook gedaan, dus laat die gewoon nog een keertje doen. Goed. Oh, dit is echt zo. Oh, dit is een stuk moeilijker. Ah, via zo. We hebben een andere gepakt, zo te zien. Dat is zonde. Dat is echt gewoon in de loop, weet je, echt in de aanval. Zeg, gaat prima. Maar je hebt gewoon een bepaalde tijd. Hij zit erin. We hebben die voorzet gezet. Het levert helaas niks op. De 7000 hebben. We waren er heel dichtbij. Dat was net niet goed genoeg. Die Velema, die kan echt goed voorzetten. Koppen hoor. Nog een voorzet zetten. Het is een mindere fase. Ik krijg
die ballen dan bijna niet erdoor. Ze staan vrij, niet echt heel erg vrij nu. Nou, dit is wel zo'n goeie. Wat is dat nou weer? Sans. Ja, hij zit. Er nog alsnog gelukkig in. Ah, hij is nu in het groen. Kijk, kunnen het wel. Tienduizend. Goed, dan gaan we door. We hebben nog een persconferentie. Heel belangrijk. Thanks for joining us. We're now ready for questions. Vettel. Wat er wel leek tot het aan begon, is promotie echt binnen bereik. Kan je team voor tot het einde met nog maar een paar wedstrijden. We zullen tot het einde vechten. Te motiveren tegen. We zijn altijd gemotiveerd. Als je tegen je team zou winnen, dat zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat zij gaan winnen. Maar goed, we zullen het zien. Nou goed, we gaan de aftrap doen. Hoe gaan zij spelen? Speelt trouwens in het uit, dat is goed. Dus gaan we het gewoon zo laten, het ging aardig prima. We spelen dus nu tegen een tegenstander. Wat toch best wel pittig is. Maar we gaan ons best doen. We houden met z'n allen deze speler in de gaten. Iedereen verwacht doelpunten van deze speler. Die in de afgelopen 3 ontmoetingen goed was voor 4 treffers. Zit u er klaar voor? Welkom bij de live uitzending van vandaag. Stockport tegen Online Games. De supporters zorgen voor de sfeer. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooi duel. En natuurlijk. Commentaar verzorgd door Jeroen Gutter en Sierte Vos. Een wedstrijd waar Stockport definitief promotie veilig kan stellen. Of dit een mooi duel wordt. De nummer 2 tegen nummer 3. Nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een enorm leuke wedstrijd worden. We gaan er alles aan doen om hem tegen te houden. We zullen het zien als dat gaat lukken. Dit is de opstelling van Stockport County. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten die erop gericht is de tegenstander onder druk te zetten. Ik heb het gezien. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als beter, ja, wat beter kunnen we ons thuis kunnen, maar het is wel te zien. Zo kun je meteen gevaarlijk worden als je de bal verovert. Want je staat overal 1 tegen 1.
blijft aan de bal. En dan de voorzet. En de voorzet was goed. Maar ze komen daar komen ze tenminste niet aan. De bal weggewerkt. Niet helemaal goed genoeg. Dat moet toch lukken, deze bal. Hornacek. Doe dit keurig. Ze leiden balverlies door die slechte paas. Ik denk dat deze speler ook vandaag een belangrijke rol kan spelen. Wat kan hem verwachten, Jeroen? Iedereen is een aardige voorzet. Op het doel, katachtig, die doelman. Mooi gered. Deze voorzet werkt. Toen hebben we op getraind op de voorzetten. Schetter fluit, maar wat doet hij nu verder? Kan hij vuren? Hij is niet bang en probeert het van God. Nou! Ja, dan moet je wel gelukken. Ze werken hem weg. Dat scheelde niet veel. Want zo'n schot is de doelman niet onder de indruk. En daar krijgen ze een vrije trap voor toegekend. Na 10 minuten is het al over de eerste echt grote serieuze kans gehad. Maar hebben zij ook een fantastische kans gehad. En een schot. Nee, net mis. Terwijl hij toch echt zijn best deed om hem net binnen de palen te plaatsen. Ja, dat is toch een kans. Natuurlijk is Stockport de grote favoriet. Ze het hele seizoen hebben ze eerste, tweede gestaan. Daartussen, wij de laatste paar weken staan wij, zitten we iets te doen wat niemand had verwacht. De laatste 6 maanden eigenlijk, ja wat is het, de laatste 3-4 maanden, van plek 20 eigenlijk naar plek 3 gegaan. Dit moet hem worden. Okay. Maar de aanval is nog niet afgeslagen. Venema. Willems. Ze kunnen de voorzet wegwerken. Evenveel punten als Notts Country. We zien daar wat ruimte op de flank. Ik wil eerlijk zeggen hoe mooi zou zijn als we thuis de die laatste plek, play-offs plek, dat we dat nog kunnen gaan inhalen. Het zou zo mooi zijn, hè. Dan moeten we deze wedstrijd wel winnen. En ik weet niet wat Notts Country gaat doen. Mooi gegeven, die steekpaas. Venema. Ja, hij is er doorheen. Venema! Man staat zijn mannetje. Dat was een aardige kans. In het midden van de 16. Hij werkt de bal naar voren. Venema, Venema! We leiden met 1-0. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Maar het is wel verbijsterend om te zien hoe het allemaal misgaat. Hè? De bal niet goed weggewerkt. Maar dan vooral het gepruts. Ik kan er geen ander woord voor verzinnen. Puur prutswerk en dan roep je de ellende over jezelf af. Dat is een inworp. Ik wil eerlijk zeggen, ik weet wat Notts Country aan het doen is. Dus als ze bijvoorbeeld verliezen, hebben we 3 punten. Ja, op het doel! Simpele redding voor de keeper. Weet je, want dan kunnen we het in de volgende wedstrijd thuis het helemaal gaan afmaken. Kunnen we het seizoen toch in een geweldig seizoen. Die actie is niet toegestaan. Dat wordt een vrije trap. Het gaan doen. Hoe mooi zal dat zijn? Met de ruimte op de flank. Niemand komt aan. Schot wordt goed geblokt. De doelman kan de bal gewoon laten gaan. Half uurtje gespeeld. 1-0. Ja, mooi. Ja, komen ze en het is 1-1. Het staat weer gelijk.
Nou, nu ben ik wel benieuwd naar de herhaling, hoor. Hier is hij, ja. Perfect gegeven. Schitterende steekpaas. En ook alleen op de keeper af. Ja, dat schiet hij hem ook mooi binnen, hoor. Lekker hard. Dat doe je als keeper helemaal niets aan. Zet verder door. Een corner. Ze kunnen nu iets aan die gelijke stand gaan doen. Komt de hoekschop in het midden. Dan loopt het dood. Perkins. Het lijkt gevaarlijk voor de goal. En tot zover het gevaar voor nu. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. De bal kwijt. Wat zonde dit. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Heel goed afgepakt. Zit zij volop ook in de aanval, hoor. Venema. Hij staat nu buitenspel, die gozer. De speler krijgt hulp. Nu niet. Voorzet naar de spelers in het centrum. Komt daar sowieso nooit bij. Deze inkomende bal. Kunnen ze dit snel uitspelen? Dit mag niet. Dat leek me toch gewoon keurig netjes op de bal. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. De doelman maakt zich voor. Voortreffelijke redding van de keeper. We krijgen een inworp. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu doet. Vrije trap. Heeft dat ook wat op? Nou, nee, niet veel, hè. Dit kan gevaarlijk worden. Hij moet hier niet. Blijven we erbij met een voortreffelijke redding. Weer de keeper. Houdt hij die in ieder geval ons op 1-1. Want ook zij zitten volop in de aanval. Ja, Jeroen. Toen ziet het er goed uit wat deze speler laat zien. Mede door het doelpunt van deze speler. 1-1. Ze met een gelijke stand te rusten. Nou, ik klaag niet. Ik vind het prima dat we het uitstekend hebben gedaan. In de tweede helft. Maar wat is de stand? De tegenstand van ons, die hoeven niet. Don staat wel voor met 1-0. Gewoon Killingham, Forscreen. Dus degene die lager dan wij staan, die spelen niet. Dus dan hebben wij evenveel wedstrijden als zij. Dus dan gaat het echt om die thuiswedstrijd. Stel je voor. Zo blijven spelen als voor rust. Pak hier een punt. Help eens weg. Ja, en als zij gaan verliezen. De eerste helft voor geen goud willen missen. Dan sterk verdedigd zijn we er al, maar dan moeten we de volgende wedstrijd wel winnen. Ja, dit is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. Perkins. Dus het zal inderdaad op de laatste speelronde afgaan. Voor nu wel of niet rechtstreeks de bal kwijt. Gaan promoveren. Misschien valt hier iets te creëren. Dit lijkt me buitenspel, maar dat is het niet. Ja, die zit daar. En het is slechts stopbord. Ja, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, ze spelen dit gewoon heel goed uit. Die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Was, perfect op maat. Interessant te doen. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Willems. Venema. Hij loopt met ze mee. Dat is goed.
corner. Dit helpt deze corner ze. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hij kan die bal wegwerken. Dat doet hij uitstekend. Correct. Ze proberen opnieuw een opening in de verdediging te vinden. Correct, tussen twee man door. Goed druk gezet hoor. Een voorzet wordt gegeven. Daar. Correct, het is 2-2. Ja hoor, een mooie. Nu staan ze opnieuw. 59e minuut. Er staat 2-2. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen, moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert, ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen. Na dat doelpunt is de stand gelijk, 2-2. En dus doen we goede zaken. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Fout. Hij weet ervoor komen dat hij pas zijn eindstandshot bereikt. Willems. Ja, komt niet door de beugel. Een vrije trap dus. Laten we eens even een wissel inzetten. Is er iemand moe? Ja, Goré, die is toch wel aardig moe. 674. Laten we Willems ook uitzetten voor Kuipers. Laten we het zo doen. Er wordt een speler gewisseld. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Op de flank daar. Venema. Die gaat naast. Dat lukt net niet. Zag het van ver aankomen. Hopelijk gaan ze zo door, want dit is een heerlijke wedstrijd om te zien. Niet behoudend, niet angstig. Nee, beide teams durven te voetballen. En je ziet steeds heel mooie aanvallen over en weer. Ja, en ook de statistieken spreken natuurlijk boekdelen. En Hornicek met weer een voortreffelijke redding. Zo had hij ons in ieder geval nog op 2-2. Met weer een voortreffelijke redding. Ongelooflijk, ja. Volgende corner is in de maak. Kunnen we die wegwerken? Ja. Kunnen we eruit komen met Bakari. Ze kunnen snel uitbreken nu. 3 man. 4 tegen 2. Appel van Hens, maar er wordt wel geschoten. Geen problemen voor de doelman. Heel goed afgepakt. Daar gaat best voor. Dat houdt goed verdedigd. Maar het is voordeel. Voor de voorsprong. Hornicek met weer een mooie redding. Ja. Hoekschop wordt voorgegeven. Met zo'n hoekschop maak je het de keeper niet lastig. Bakari. Zijn nu wel in de meerderheid. Ze krijgen weer balbezit. Nee, nog steeds niet. Foster. Foster! Nee, deze komt niet in de richting. Okay, laten we dan nu maar eens even die andere drie wissels in gaan zetten. Kijk, in de verdediging. Pinto is moe. Laten we dan voor
ga dat toch Venemaal eruit zetten voor Ben King. Dit gaat dat wat opleveren. Jongen, ja, je kunt wel hard schieten, maar richt is een beetje beter. Drie wissels, die andere, die waren ook twee. Toch, dan gaan we eens heel even kijken. Ja. Kun je niet aan. Nee, oké. Nou, dan is het goed. Tien minuten op de klok. 2-2. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Right. Kunnen wij plek 3 bemachtigen? Hij krijgt hulp. Nee, gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Wordt er gefloten? Nee, het fluitje. Bij een overwinning, dan zijn we er heel dichtbij. Staan, daar staat King, maar die komt er net niet aan. Die komt er net niet aan, dat is zonde. Nog steeds een gelijk spel voor deze twee teams. En over een paar minuten is het einde van de tweede helft. Dat was echt te veel risico genomen. Maar zij gaan drukken in die laatste 5 minuten. Ja, ze gaan echt drukken nu, dat voel ik nu. Hornicek met een geweldige redding. Dit is voor hun, hè. Gaan zij rechtstreeks promoveren vandaag? Of niet? Ze gaan er wel 3 man inzetten. Minuut 87. Drie wisselspelers op hetzelfde moment in. Ze gaan volop in de aanval. Ze kunnen het opnieuw proberen. Voor een corner. Hij gaat weer via zo. Voorzet geblokt. Dat is een strafschop gegeven. Ik vind het niet vreemd dat de rode kaart achterwege. Dat meen je niet. Maar om er nou helemaal niets voor te geven, dat is raar. Dat is hey, ja. Dit is toch op zijn minst geel. Kans om weer aan de leiding te komen. Hij zit erin, Stockport 3, Online Games 2. Dit is pijnlijk. Stockport staat op promotiekoers. Heel cool binnengeschoten deze strafschop. Schot gaat exact de andere kant op dan waar de keeper naartoe duikt. Helaas. Kuipers. Maar het is nog niet gedaan. Er komt 4 minuten. 4 minuten, dat is dus best wel wat we ermee kunnen gaan doen. Die gaan nu in. Barry. Sterk verdedigd op de helft met die tackle. Naar voren. Kuipers. Wie? De laatste minuten gebruiken om dat ene bevrijden. Mogen we ingooien? Nee. Het is afgelopen. De bezoekers verliezen hier. Ja, een wedstrijd duurt 90 minuten. Ook de slotfase hoort erbij. Je moet altijd oppassen. En dat we verliezen hier met 3-2. Deze speler heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Nou, deze speler. Er gaan nog 2 belangrijke wedstrijden er aan te komen. Het belangrijkste voor in ieder geval dat ze de wedstrijd hebben gewonnen. Het gaat lukken om rechtstreeks te promoveren. Het lukt nu niet. Hij werkt de bal met 3-2 verloren. Dus betekent dat de volgende wedstrijd op tweede kerstdag heel belangrijk gaat worden. En Cadons heeft gelijk gespeeld. Dus hier en daar spelen we wat ploegen gelijk. Is it all right if we just ask you a couple of questions? Zonde van die penalty, heel zonde, maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Ja, het was wel mooi hoe lang dat duurde, die reeks natuurlijk. Maar op een gegeven moment, ja, verlies je wel eens een keer. En gewoon pech. Ja, het was ook sowieso gewoon pech. Want ze speelden echt wel aardig goed, hoor.
maar het lukte gewoon net niet. Zelfs het was prima. Onacceptabele wedstrijd vond ik het niet. Gestolen overwinning, ja, dat sowieso. We zitten niet op het zaakje. Wat had dan niet gehaald? Oh, deze. Ja, dat is niet gelukt. Eindelijk in de bovenste helft van de competition. Nou, dat is gelukt. Maar we staan gewoon derde. Eens even kijken. Nou. Stand. We staan derde. Wrexham staat tweede natuurlijk. Stoppast 1. 44. We kunnen nog 6 punten. We kunnen 78 punten nog bereiken. Dus dat is... zo hoe het is. Nou goed. We hebben de vorige wedstrijd ook nog een inhaalduel. En wie weet gaat het dan misschien wel lukken. We spelen thuis. Dus ik klik heel even verder. Ja, ik kan hem geen vast contact geven, omdat hij natuurlijk... Ja, hij krijgt geen nieuw contract, dat ga ik niet doen. Ik heb geen geld, dus we gaan niks meer aan de contracten doen. Hebben we nog iets anders nieuws? Ik ga het hier zo in ieder geval erg belaten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard natuurlijk. De volgende keer weer terug. Ik zal het ook heel even laten zien welke dat er allemaal morgen komen. Morgen is natuurlijk eerste kerstdag. Wauw. Prachtig. Kijk die niet. Morgen om 2:30 City Skylines 2. Om 7:30 Minecraft. Om 10:00 Prison Escape Mode. Wij zien elkaar dinsdag tweede kerstdag om 2:30. Hopelijk zijn jullie echt daar ook nog kliks. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En nog een fijne avond, hè jongens. Mazzel!